Het AZP en het Slans Hospitaal krijgen steun van Total Energies en APA Corporation om de moeder-kindzorg te verbeteren. Tijdens een ceremonie op het kabinet van de president werd bekendgemaakt dat de multinationals 13 miljoen Amerikaanse dollar doneren ten behoeve van de gezondheidszorg. Dit bedrag wordt ingezet voor de renovatie van afdelingen en de aanschaf van essentiële apparatuur. Minister van Volksgezondheid Amara Madin is tevreden met deze bijdrage en benadrukt dat de middelen zorgvuldig zullen worden gebruikt om de kwaliteit van zorg voor moeders en kinderen in Suriname te verhogen. De tweede CARICOM Causes in Cuba meeting vond op 27 september plaats, voorgezeten door de Surinaamse ambassadeur Wendy Paulus Aminta. De bijeenkomst besprak de bilaterale relatie tussen CARICOM-landen en Cuba, evenals samenwerking met Afrikaanse en Aziatische Unies. Ook werd de impact van de economische blokkade door de VS op de leefomstandigheden van studenten en diplomaten in Cuba besproken. In november draagt Paulus Aminta het voorzitterschap over aan Trinidad en Tobago. Het Surinaamse consulaat in Amsterdam had op 25 september een meeting met een projectteam van de Nederlandse overheid om ongedocumenteerde Surinaamse oud-Nederlanders onder voorwaarden een legale verblijfstatus te geven. Consul-generaal Rut Renfrum Cotino en consul Lisette Tilon waren aanwezig namens het consulaat. Tijdens de meeting werden de werkwijze en verdere stappen besproken. Informatie over de regeling is beschikbaar op de website van de gemeente Amsterdam en maandelijkse overlegmomenten tussen betrokken partijen zijn gepland. De kick-off van het project staat gepland voor 15 oktober 2024.